Tom Nook. Het spijt me. Het spijt me, Tom Nook. Het spijt me dat ik... Het spijt me dat ik Jonesland zo heb laten gaan. Het spijt me dat ik Jonesland zo uit mijn handen heb laten glippen. En het zo uit de hand heb laten lopen. Ik heb al bijna een week geen Animal Crossing meer gespeeld, dames en heren. Oh mijn god, het is tragisch. Zelfs off-cam, zonder op te nemen, heb ik al een tijdje geen Animal Crossing meer gespeeld. Ik zei tegen jullie dat ik natuurlijk in de laatste aflevering, eventjes kijken, deze mooie makker Elvis in mijn eiland zou laten. Ik zou hem naar mijn eiland brengen. En dat heb ik 2 keer gedaan. En de 3e keer dat ik het zou doen, zou die komen. En dat zou ik voor jullie opnemen. Maar dat is nooit gebeurd. En hier ben ik nu. Een hele hoop dagen later. En er is een grote kans dat Tom Nook het leegstaande huis al heeft verkocht aan iemand anders. Dat kan. Ik hoop het niet. Dat zou erg vervelend zijn. Want dan kunnen we Elvis er nog plaatsen. Anyways, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Animal Crossing, dames en heren. Hopelijk is er genoeg content om de komende 3 dagen weer lekker Animal Crossing te uploaden. Geen idee, we gaan het zien. Laten we beginnen. Voordat we beginnen, dames en heren, zien jullie dit hele mooie petje, joh. Die kan je gewoon hier op joospelspellen.nl kopen. Als je gewoon hier op shop nu drukt en druk je op de JSS pad, dan kan je hem hier in het wit, in het zwart, voor kinderen of voor volwassenen halen. Heel episch. Anyways, Animal Crossing New Horizons. Laten we in de game duiken. Ik ben legit benieuwd wat we te horen krijgen van het feit dat ik al een tijdje niet meer heb gespeeld. Ik denk niet dat ze boos op me zijn, maar dat ze wel denken van... Oh, hey Joost, dat is al een tijdje geleden. How you doing? Heb je een week op je nest gelegen, jongen, hè? Ah, daar hebben we Isabella, dames en heren. Isabella. Hallo allemaal! Het is donderdag 14 mei 2020 om 16:30 hier op Jonesland. Het is vandaag de verjaardag van Canberra. Dat is niet gepland, dames en heren. Het is legit niet gepland. Wauw, wat een toeval. Oké. Canberra is jarig. Nou, dan gaan we daar ook even langs. Gefeliciteerd! Zo, en nu ga ik weer terug naar het werk om jullie te ondersteunen bij het genot van dit prachtige eiland. Nou, laten we eventjes hoi zeggen tegen Canberra. Zij zei niks over het wonen van een nieuwe villager hier, dus dat is very nice. We're gonna find out. Dat is natuurlijk hoe ik eruit zag, dames en heren. Ik was toch weer een klein beetje vergeten. Ik vind deze fit best wel awesome. En ik heb een mooie vis op mijn rug. I don't know. Ik hoor al het gebliep van de brievenbus. Laten we eens eventjes kijken. Dit is legit de eerste keer dat ik weer in deze game duik sinds dus heel lang geleden. En ik zie... Het valt best wel mee hoeveel post ik heb. Wel wat van Robin, Shresti en Moos. Maar voor de rest valt het mee. Gulliver! Ja, we hadden natuurlijk Gulliver geholpen. Ik weet niet of ik dat had opgenomen, maar ik had Gulliver geholpen. Hier is wat kleins als bedankje voor je hulp. Nou, dan gaan we even kijken wat het is. En de academie is langs geweest. Oh, het is natuurlijk zondag geweest. En ik heb gewoon geen knollen gekocht. Heb me er helemaal niet mee bemoeid. Maar ze hebben wel mijn huis geraid. Rank S. Oké, we moeten volgens mij iets meer dan 150.000 hebben voor de volgende rank. Dus dan zouden we iets beter ons best moeten doen. Een briefje van Gala. Weet je, meneer J, het huishouden is eigenlijk heel saai werk. Maar nu ik zo mijn huis aan het poetsen ben, voelt het een beetje als vakantie. Omdat ik me even nergens druk over hoef te maken en toch iets nuttig doe. Heb jij dat ook? Gala. Nou, ik denk dat iedereen dat wel hebt tijdens de Corona Times. Shresti heeft een smiley gestuurd. Dankjewel, Shresti. En Robin, sorry voor de vertraging, maar hier is speelgoedworstelaar nummer uno. De tweede komt zo aan. Oh ja, ik was bezig met een hele mooie worstelarena. Ik ga die aan jullie laten zien, dames en heren. Hij is super episch geworden. En Koelkast 14, die had een hele hoop miniatuur worstelaartjes voor mij. Dus die gaan we daar neerzetten als decoratie. Dat is best wel geinig. Eva Jones, ik weet niet of je dit al hebt, maar het sappig voor in je studio. We gaan het zien, Moos. Dankjewel. Ik heb veel tijd over door corona, dus ik vraag me af of ik je ergens mee kan helpen. Stuur mij een brief als ik je kan helpen. Oh, ik ben al zo lang niet meer online geweest. Sorry, Moons. Als je deze video kijkt, ik heb eigenlijk geen idee waar je me mee kan helpen. Ik ben al best wel ver met de game. Letterlijk, het enige wat ik nog aan het doen ben is decoreren. Dus even kijken, we hebben nog wat hier staan. Jullie weten dat 14 mei speciale dag is. De verjaardag van Canberra. Nou, voordat we naar Canberra gaan, moeten we wel even een cadeautje kopen natuurlijk. Dat is wel zo lief. Dus we gaan eventjes kijken bij de zusjes Abel. Natuurlijk ook om eventjes met Sable te praten, want zij geeft mij een gratis prins. I want me some free prins. Een kroon! De kroon is te koop! Yes! Sick! Die wil ik. Die is super duur. But I want it in my life. Oké, Sable, wat heb je voor me? Ik heb alleen niet genoeg geld bij me. Oh, Joost, ik hoopte al dat je vandaag langskomen. Ik heb een nieuw patroon voor je, stofontwerper. Yay! Give it to me, Sable. Give me patronen. Ik moet zeggen dat ik de patroon nog maar 1 keer heb gebruikt. En eigenlijk nooit meer heb gekeken naar wat voor patronen er ook zijn. Maar misschien dat er een keertje wat leuks in zit. Ik heb hier in mijn pauze aan begonnen. Maar ik werd er zo vrolijk van dat ik niet kon ophouden. Nou, thank you very nice, Sable. Thank you very nice. Nou, laten we eens even kijken of er nog wat leuks te kopen is vandaag in de shop. You never know. You never know. We hebben hier een directeursjasje. Een pilotenjackie. Een rugbyshirtje. Shirtjes heb ik al. Dit is heel lang mijn look geweest. Dit shirtje. Maar not today. Verfpak. Losse herfstjurk. Ja, daar is de kroon, dames en heren. 1 miljoen, hè? Zo even. Ik wil hem eigenlijk gewoon kopen, gewoon puur zodat ik hem heb. Dat is eigenlijk de enige reden dat ik hem wil kopen. Maar verder boeit het me niet. Op zich best wel coole laarzen. Geveterde laarzen. Oh, dat is best wel episch eigenlijk. Maar ze zijn zo groot. Ze komen letterlijk tot mijn knieën. Dat is de hele reden waarom ik ze niet kopen. I prefer
De Sninkies. Oké, okay, dankjewel. Ik kom later nog wel terug met 1 miljoen. Ik ga wel even 1 miljoen pinnen. Mabel en Sable. En dan koop ik die kroon van jullie. Gewoon voor de flex. Ik vind het wel cool om te hebben. Oké, okay, is er nog wat merchandise verkocht, jongens? Is er nog JSS merchandise verkocht? Ik zie dat de petjes er nog liggen en de witte JSS hoodie ligt er nog. Oké, okay, dus de merchandise, we hebben nog genoeg op voorraad. Dus dat betekent dat er nog verkocht kan worden. Het bord zegt dat we open zijn, dus joostpostpullen.nl is open, dames en heren. Oké, okay, we gaan eventjes met Timmy en Tommy praten. Kijken of er nog wat leuks te koop is in de shop. En of er nog de mannen nog wat hebben voor me. Ik zie zo snel niet echt iets nuttigs. Een paar kaarsen. Op zich, die Japan scroll is best wel episch. Alleen ik ben op het moment niet bezig met een Japankamer of wat dan ook. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat de kolderknollen kosten. 114. Nou ja, nee. Nee, sorry Tim Tom. Dat gaan we niet doen. Daar hebben we helemaal niks aan. Oké, wat heb ik nog wat in mijn inventory? Ja, al die cadeautjes natuurlijk. Wat is dit? Prikbord. Natuurlijk een tuinstoel. En die heb ik al. Die kan ik wel verkopen. Ik heb twee fossielen. Maar ik heb echt een random inventory. Like... Oh, er waren wat knollen in mijn inventory verrot gegaan. Zagen jullie dat? Nee, neem jij dit maar 200 tingels. Ja, joh, ga je hier. Neem het. Weet je wel, je moet toch die economie een beetje laten rollen. Dus daarom is het wel gewoon verstandig om af en toe even wat te verkopen aan die leuke wasberen. Heb je nog wat spulletjes voor me? Oké, dankjewel Timmy en Tommy. Erg leuk. Wij gaan eventjes naar onze worstelaarsarena. Want ik wil heel graag die twee kleine worstelaartjes die ik van Koelkast 14 heb gekregen neerzetten. Dat lijkt me wel een goed plan. En dan kan ik jullie ook even laten zien wat ik heb gedaan met die worstelaarsarena. Because it's very nice. We hebben natuurlijk hier al onze merchandise shop, jongens. Look at this. We moeten eigenlijk wel eventjes iets neerleggen hier. We kunnen wel eventjes de petjes neerleggen. We leggen hier wel twee witte petjes neer. Ik bedoel, de merchandise gotta keep rolling, you know. Hoppakee, twee witte petjes kunnen hier verkocht worden. En hier kunnen de zwarte petjes verkocht worden natuurlijk. Stel, je wilt nou in het echt zo'n lekkere petje hebben, dan kan het gewoon op joostverspellen.nl, dames en heren. Komt ie maar. En dan zetten we die Jezus hoodie ook nog even ergens neer. Denk ik wel hier in de achtergrond zo. There we goes. Dan hebben we hier nog eentje. Hoppa, merchandise. Nice. Ah ja, misschien dat het ook wel leuk is om hier dan die kleine worstelaars neer te gaan zetten. Oké, dit is dan het cadeau van een Tiroler hoed. Wat? Oh, die hebben we gekregen van... Yes! Jammer dat hij paars is, though. Ik zweer het, als hij bruin was... Legit, hè? Als hij bruin was, was het exact dezelfde hoed. De Jonas hoed die hierachter staat. Letterlijk, 1-op-1. Misschien kunnen we verven, though. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben nog een cadeautje hier. Dat is een rupsenpak. I mean... Sure, denk ik. Dartboard. Ik weet niet wat ik daarmee moet, maar goed, dankjewel. Speelgoedworstelaars, die zochten wij. Dus laten we die maar eventjes hier neerzetten. Yeah, awesome. Oké, wat zit hierin? Nog eentje, dus die zetten we daarnaast. En wat hebben we hierin zitten? Tie-dye shirt. Is dat geinig? Het is wel heel erg trippy. Het is wel heel erg hippie-achtig. En een rotan kruk. Ja, dat vindt Nicky als dat wel leuk. Nicky had wel van de rotan krukjes. Die kunnen we wel aan haar geven. Maar ik wil graag mijn oude outfitje weer terug. En ja, ook al vind ik de Jonas hoes erg geinig. Hij staat totaal niet bij deze outfit. Dus give me back my black JSS pet. Hell yeah. Oké, ik vind die championships... dat is wel geinig. Kinda like it. They be standing. Oh mijn god, ik zie trouwens wat. Omdat ik al een paar dagen niet online ben gekomen. Al mijn geldbomen zijn vergroeid. En het hele eiland is verspeurd. Onder onkruid en fossielen waarschijnlijk. Ik vind het wel mooi dat er gewoon... 3 volledig vergroeide geldbomen zitten. I kinda like that. We moeten wel eventjes kijken of we dan nog wel de nieuwe geldboomspot kunnen vinden. Want dan zetten we die daar neer. En dan kunnen er 4 staan. 4 bomen. Very nice. Ik ga ze wel verlooten natuurlijk. I want my money trees. Eigenlijk gewoon sinds het behalen van... Oh mijn god, er verdwijnen net zojuist 10.000 klingels in deze bloemen. Heel sick. Heel sick, Joost. Het is ook wel verstandig om ook allemaal bloemen om een boom heen te planten, joh. Ongelooflijk dom. Maar goed. Ik wou zeggen, sinds ik het 5 sterren heb behaald op mijn eiland... Is een beetje de uitdaging weg om nog Animal Crossing te spelen. Ik weet wel dat ik nog wel een paar plannen heb om wat ik wilde doen met mijn eiland. Maar ik ben nu wel een beetje afhankelijk van wat events nu naar mijn hoofd slingeren. Om gewoon nog leuke dingetjes te kunnen doen in deze game. Anyways, dit is hoe nu mijn boxarena eruit ziet. Ik heb hier dus lampen neergezet. 3 lampen en een mooie camera. Want alles moet natuurlijk gewoon uitgezonden op televisie. En ik heb hier ook mijn omroep microfoon. En natuurlijk de vechtersbel. Het nadeel is alleen wel, je kan echt helemaal niks met dit. Je kan niet zeg maar oprollen zo. Maar je kan niet eens doorrollen. Want het zijn allemaal bedden, maar ze staan allemaal in een gekke hoek tegenover elkaar. Dus het werkt niet als één bed. Wat super lame is. Dus je kan hier vrijwel niks mee. Het is echt puur decoratie. Uiteindelijk wil ik hier denk ik nog zo'n mooie machine naast zetten. Hier nog iets van een barretje waar je drankjes kan halen. Het wordt echt een VIP area. Dus even kijken. Ik wil eigenlijk even op het strand blijven lopen. We zouden wel eventjes met al onze villagers kunnen praten om gewoon te kijken of ze hem nog kennen. Alhoewel, zo lang ben ik ook nog niet weg geweest. Hey Mo, how you doing? Joost, waar was je nou? Oh, nee. Is het zo erg? Ik was echt niet... Ik was... Ah, oh, paar dagen maar.
Je hebt echt wat gemist terwijl je weg was. Je raadt het nooit, dus ik zal het je vertellen. Ik zei dat ik mijn eigen gewicht aan tomatensoep op kon, maar Rosie geloofde me niet. Rosie kreeg gelijk, ik kwam nog halverwege, maar toen was ik bang dat ik ging ontploffen. Hoe dan ook, welkom terug. Hopelijk was de tomatensoep lekker, Mo. En hij zegt wel welkom terug. Zo lang ben ik niet weg geweest, Mo. Zit er me volledig schuld in te praten, hè, die jongen. Ongelooflijk. Ik ben eigenlijk gewoon even op zoek naar een lekkere blueprint. Misschien dat ik het nog kan vinden. Volgens mij is het hiernaast... Ja, het is helemaal leeg natuurlijk. Ik heb helemaal geen knollen meer. Ik laat dit wel gewoon open. Ik bedoel, er is niks wat ik op het moment aan het beschermen ben. Behalve blijkbaar wat onkruid en een sterretje in de grond waar een lekker fossieltje ligt begraven. Komt u maar. Dankjewel voor je fossiel. Ik ben nog helemaal niet eens bij het midden geweest, of wel? Was er iemand vandaag op mijn eiland? I have no clue. Er is wel een steen gespand hierdoor. Nou, dat dacht ik al dat hierdoor natuurlijk onze geldzak zou liggen. Duizend klingels. En mijn mooie hula meisje staat er ook nog steeds. Heel goed, joh. Put it in the ground. Put it in the ground. Get it out of the ground. En die gaan we daar rechts weer bij die andere drie bomen neerzetten. En hopelijk gaat dan niet weer geld verdwijnen in het niks. Dat zou zonde zijn. Had dit ook wel open voor nu. I mean, ik kan het wel weer dicht doen, maar ja. Hey, in ieder geval mijn bloempjes zijn vergroeid. De laatste keer dat ik speelde, was dit niet echt gegroeid, zeg maar. Maar awesome, look at him. Deze bloem had ik bloemensoort had ik nog niet namelijk op mijn eiland. Heeft ze nou mijn stone als... Caroline, wat is dit nou? Je draagt mijn stone als hoed. Goud, heel goed. Ik vroeg me net af wanneer ik jou weer zou zien. Ik heb het druk gehad met strips lezen, maar het begint nu wel saai te worden. Oké, Caroline, oké. Veel plezier met je stone als hoed. Volgens mij is er wat anders aan het doen in dat huis van er. Mijn mooie ruimte-out area is nog steeds aanwezig. Het zou ook raar zijn als die zou verdwijnen. Oké, laten we eens eventjes boven kijken voordat we naar Canberra de verjaardag gaan. Ik zie dat hier al een mooie roze roos is gespand. Ook een paar rode rozen zijn gespand. Maar verder dan dat helemaal niks. Geen zwarte rozen, helemaal niks, joh. Dat is helemaal een narigheid, joh. Nou, wel bedankt voor het fossiel. Hebben wij nog een extra zwarte bloem? Ik denk het haast niet. Ik bedoel, we hebben er nog steeds maar eentje. Zeer sad. We hebben een roze gekregen blijkbaar. En een steen. Er is daar volledig een steen gespand tussen mijn bloemen. Heel fijn. Thanks, game. I like that. Oké, laten we eventjes kijken nog aan de bovenkant van het eiland wat wij hebben. Hier zijn allemaal mooie bloempjes. Nou, niks gespand. Ook een random steen. Random fossiel hero. Hij begint hier... Oh, hij is verkocht! Nee! Tom, wat heb je gedaan? Punchy! Oh, Tom, jij anus! Ik noem hem ook gewoon volledig een anus. Dit was niet het huis van Punchy. Dit was het huis van Elvis. Ja, het is ook wel een klein beetje mijn eigen schuld. Gewoon puur omdat ik niet heb gespeeld, maar goddammit! Freaking Punchy, man! Oh, nein. Ik ben wel benieuwd wie Punchy is, though. We kunnen het wel gaan zien. We gaan het wel beleven. We krijgen een random villager. Oh, wat zonde zeg. Alleen omdat ik een paar dagen niet gespeeld heb, is hij nou verkocht aan een of andere Punchy. Hoe gaat het met mijn beren? Baby Shining hier. Niet het waarschuwingsbord negeren, jongens. De beren zijn gevaarlijk. Hey, dat moet hij onthouden. Zoals zien is mijn paddenstoel daar nog steeds beneden lekker aan het chillen met zijn vaatbas. Ja, lekker bezig beren. Hey, fijne middag wens ik jullie allemaal. Ik ben een beetje verdrietig. Klein beetje verdrietig om Punchy. Echter kunnen wij nog steeds wel één keer nog Elvis naar ons eiland summonen. En dan wilt hij als het goed is nog wel gaan wonen op een plek waar nu ook al iemand anders woont. Zoals hebben we geen één zwarte roos of gouden roos gekregen. Erg vervelend. Hey Gala, how you doing? Oh hoi, dat is al een tijdje geleden. Jones, het lijkt zo leeg zonder jou. Ah, ze zitten echt gewoon, ik zweer het, ze douwen het echt in je gezicht. Dat is ongelofelijk. Hey kampioen, het is echt al een eeuw geleden dat ik je zag. 4 dagen! Ook echt wel een eeuw hoor. Was je na een optreden of zo ergens? Al je favoriete popster gewoon hier op dit eiland. Ik snap het wel hoor. De wereld zien is echt super belangrijk. Maar je moet ook eens leuk met mij doen. Wauw. Thanks. Thanks voor het in mijn gezicht wrijven. Oké, we kunnen wel even langs bij... Oh, hier is nog een fossiel. Hey, Lucy, how you doing? Lucy, jij mag wel weg trouwens. Je ziet er anders uit dan de laatste keer dat ik je zag. Een nieuwe outfit, een nieuw kapsel, vertel op. Er is niks veranderd, jongen. Ik ben exact hetzelfde als de laatste keer dat je me zag. Maar het is wel een paar dagen geleden, though. Oké, geef me dat fossiel. Er zijn er best wel veel. We hebben best wel veel fossielen in onze inventory. Hopelijk kunnen wij nog een mooi plekje in het museum voor vullen. Oh ja, ik had een mountainbike gekocht voor Coach. Want hij had een roze fiets en ik vond het niet mooi. Ik wilde graag een zwarte fiets voor Coach. Ik vond roze niet echt zijn stijl. Hé, jongen, wat ben je aan het knutselen voor me? Oh, is dat kampioen het is? Het is een poosje geleden. Gains. Oh ja, ik had trouwens... Leuk verhaal. Coach vroeg... hij zei altijd stop, alright, als stopwoordje. En hij vroeg aan me of ik een nieuw stopwoordje voor hem kon verzinnen. En aangezien het een sporter is, dacht ik... Gains. Dus dat is nu zijn stopwoordje. Vergis ik me of heb je soms iets nieuws aan? Daarin komen je spieren echt goed tot hun recht. Ik wil gewoon heel graag... perfecte timing. Kijk, ja, ze wat aan het maken. Dat wil ik weten. Wat denk je? Ik heb een zandstrandvloer gemaakt. Bruh. Oké, geef jij maar mijn...
een standstrandvloer. Zandstrandvloer, there we go. Het gaat er mij gewoon meer om dat ik de blueprint heb. Mocht ik ooit wat mee doen, dan heb ik het in ieder geval. Maar ik heb geen idee wat ik ermee moet. Thanks, coachie poachie. Ik ga er weer vandoor. Hey, Chalas. Oké, laat ik wel even jouw roze fiets vervangen met jouw zwarte fiets. Kijk, die is een stuk mooier, joh. Die past veel beter bij coach karakter. Alsjeblieft. Nou, wat we met die roze fiets gaan doen? No clue. We gaan naar Gala, want die is jarig, joh. Gefeliciteerd, Gala. Kut, ik heb geen cadeau voor de. Gefeliciteerd, Gala. Ik ben compleet het cadeau vergeten, kut. Gefeliciteerd, Gala. Of Gala. Canberra, natuurlijk. Shite. Ik vertel het tegen Canberra dat ik de naam verkeerd had. Oké, niet doorvertellen. Niet verklappen. Ik heb wel een mooie jurk aan. Hallo daar, kom je mijn super toffe verjaardagsfeestje meevieren? Uiteraard. Wat hartstikke leuk dat je bent om mijn verjaardag te vieren. Ik weet dat je druk hebt. Je bent top. Ik wil niet te hebberig overkomen, maar heb je toevallig ook nog iets voor me? Ah, sure, ik geef haar wel de roze fiets. Where you at? Mountainbike, there you go. Ik heb het niet ingepakt, maar there you go. Wow, heb je echt een mountainbike voor me? Wat een enorm gul van je. Deze verjaardag ga ik echt nooit meer vergeten, je bent top. Nou ja, ze is in ieder geval blij mee, dus dat is goed. Dat was absoluut een tof cadeau, dankjewel. Ik had hem eigenlijk wel van in moeten pakken, maar ja, vergeten. Onze ster van vandaag is Canberra. Jee, verjaardagen zijn leuk. Ik ga deze verjaardag heel veel zingen. Lang zal Canberra leven in de gloria. Hopelijk vallen alle mijn liedjes in de smaak. Ik kan me wel voorstellen dat uit die enorme snuit van je vast wel wat mooie liedjes komen. Mag ik een stukje taart? Oké, kan ik de radio uitzetten? Fijne verjaardag staat op. Dat is ook echt gewoon een liedje. Sick. Ze zijn ook echt aan het zingen. I kinda like that. Oh ja, wacht, daar is mijn zandstand voor. Laat ik die eventjes opslaan. Ik ga nog even één keer met Canberra praten en dan verlaten we deze party weer. Want ik ben een partypoeper. Er begint een nieuw jaar voor me en ik ga er weer vol in. Hoe oud ben je eigenlijk geworden, Canberra? Dat zeggen ze nou nooit, hè, hoe oud ze worden. Volgens mij worden ze ook helemaal niet ouder. Het is gewoon weer een jaar bestaan achter de rug. Het is best wel duister. Oké, we gaan er vandoor. Je gaat er van tussen. Fijn dat je er was. En je cadeau krijgt sowieso 100 punten. 100 punten, jongens. Daar doen we het voor. We did it. We hebben iets gegeven aan Canberra waar ze legit blij mee was. Ondanks dat ik het niet heb ingepakt. Maar dat maakt niet uit. Oké, let's get the hell out of here. Ik wil eventjes naar Tom Pompey praten. Hello, boys and girls. How you doing? Oh mijn god, dit is vol. Houtblok speel goed. Workout top. Een roestig onderdeel die we wel nodig hebben. Klein hompot is dit. Speelgoed worstelaar. Hey! Oké, we hebben blijkbaar een derde. Die kunnen erbij zitten, joh. Dat is wel toevallig. Zakkenrooi aan de mode. Dat is helemaal vol. Gewoon puur voor een niet online komen voor een paar dagen. Anyways, krijgen wij nog gratis Nook Miles? 50, want ja, sure, we zijn het eigenlijk niet online geweest. Kies uit de volgende diensten. Ik ben heel erg benieuwd of er nog een leuk KK-liedje te kopen is. En dan moet het wel niet hier zijn natuurlijk. Oké, speciale artikelen. Cassette, speler, geinig, joh. KK Reggae, we're gonna do it. Ik weet niet of ik die al heb, maar volgens mij niet. No, I don't want. Oh ja, wacht, die kampeerde. Ja, we gaan zo meteen, want die kampeerde even uitnodigen. Gaan eens even met Tompi Pompi praten. Ik weet niet of die wel nog wat voor me heeft. Als jij me mijn standaard babbel geeft, Tom, dan ga ik er vandoor. Dit is de balie voor bouwkundig beheer. Hoe kan ik je van dienst zijn? Dat is compleet de standaard babbel. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet wat je... Ja. Oké, doei, Tom. I'm getting the hell out of here. Isabella, is mijn eiland nog 5 sterren? Dat is de echte vraag. 5 sterren, heel goed. Dankjewel, Isabella. Dat is alles wat ik wilde weten. Nou, get the hell out of here. Nou, nu ik van het eeuwige gebabbel van Isabella af ben, laten we eventjes kijken of wij Elvis nog een keertje kunnen inscannen. En dan gaan we kijken voor welke andere villager die op mijn eiland wil komen. Weet je, je weet het nooit. Je weet het nooit. Ik wil het gewoon alsnog proberen. Misschien jaagt hij wel die nieuwe guy weg die hier komt wonen blijkbaar. Anyways, hou je Meebo gereed voor een dier dat je wilt uitnodigen op de kampeerplek. Let's do it, boys. Jai! Hij pakte hem. De Meebo van Elvis, wil je hem uitnodigen op de kampeerplek? Ja, komt u maar. Heeft hij zijn kroon erop en zo? Heeft hij zijn koninklijke jurk weer aan? Hij moet eigenlijk wel een kroontje hebben. Hoi met Elvis, leuk om gebeld te worden. Wat kan ik voor je doen? De kampeerplek? Ja, daar wil ik best heen gaan. Zorg maar dat je klaar voor me bent. Aloha. Oké, koning Elvis. Ik ga hem een kroon geven van 1 miljoen. Zou wel sick zijn als hij die nodig echt draagt, right? Oké, nou, die is dus nu op mijn eiland. Verder wil ik ook nog eventjes die miljoen pinnen. Want dan kan ik even die kroon kopen. Oh, wacht. Wat? Oh, wacht, mijn inventory zit vol. Ik zat al te denken van, waarom kan ik niet meer pinnen dan dit? Maar mijn inventory zit zo vol dat ik het niet kan dragen. Heel fijn. Oké, ik ga eventjes die kleine worstelaarman op zijn plek zetten. En een hele shit verkopen. En een hele shit in mijn inventory douwen. Van mijn huis dan. Oh, die is groen. Dat is sick. Oké, ik denk dat ik nog een keertje zo'n speelgoedworstelaar ga bestellen bij de shop. Of bij de pinautomaat. En dan zet ik die hier neer. En dan is mijn speelgoedverzameling wel compleet. En hey, kijk eens wie daar loopt. Dat is Flik.
How you doing, Flik? Dat is al een tijdje geleden. Wat heb je voor me? Oh, hoi, ik heb hem nog wel, toch? Flik, de bewonderaar van beestjes in al hun kriebelige, kruiberige en soms gluiperige glorie. Ik ben nog altijd op zoek naar mijn boezembeestje. Dat mijn artistieke inspiratie naar een hoger plan tilt. Verkoop insecten die je vindt aan mij, oké? Okay? Ik heb zelfs extra klingels over voor dat geleedpotige gezelschap. En ieder insect is welkom. Geen geleedpotige, geniet met de voorkeur. Mijn toewijding is onverontwaardelijk. Oh, en mocht je in mijn creaties geïnteresseerd zijn, dan vertel je het me wel, toch? Ik sta open voor opdrachten. Ja, ander keertje. Ik heb helemaal niks bij me. Ja. Maar natuurlijk, mocht je me niet bedenken, ik ben er tot morgenochtend 5:00. Nou, have fun met rondlopen op mijn eiland. Ik was niet van plan om in deze aflevering op zoek te gaan naar beesten. Dus dat is even één ding. Maar goed, wij gaan eventjes het een en ander verkopen bij Tommy Timmy. Oké, okay, nu ik hier toch zat te jansen op deze flinke hype muziek. We hadden nog eentje in ons inventory. Nee, die wilde ik niet doen. Ja, kameraad. Oh. Oké. Okay. Sick. Oh, trouwens. Er zijn wel een hele hoop dingen veranderd in mijn huis, joh. Ik weet niet eens of ik die eens zal laten zien. In deze kamer heb ik namelijk wat nieuws gemaakt. Het is namelijk... de Nether! Ik was het helemaal vergeten. Ik heb hier de Nether gemaakt van Minecraft. Look at this. De grond is toch letterlijk de Netherrack. En de muur is lava. En dit moet de zombie Pikmin voorstellen. Vinden jullie dat niet een leuk creatief idee? Oké. Ik ga er wel weer vandoor. Ik vond het gewoon een leuk idee, jongens. Hè? Niet zo afkraken meteen. Jongen, ik vond de Nether cool. Ik denk, ik maak de Nether in mijn kamer. Nou, oké. Ik ga wel weer weg. Jemig. Ik heb echt zoveel dingen. Die wil ik trouwens aan... workout top wil ik trouwens... Oh, is dit een topje voor vrouwen of wat? Het is compleet een topje voor vrouwen. Oké, laten we die maar verkopen. Ik wilde hem eigenlijk aan Coach geven, maar laten we dat maar niet doen. En deze wil ik even aan Nicky geven in een brief. We hebben echt heel veel fossielen, hè? Bladders, minjonk. How you doing? Ik wil heel graag dat jij eventjes mijn fossielen gaat analyseren, vriend. Het is al een tijdje geleden dat ik hier natuurlijk ben geweest. We zijn liggen hier al heel lang te slapen. Mier, neem mijn fossielen. Ik heb er heel veel voor je. Meer dan inzien. Laten we deze eens onder de loep nemen. Ronduit uitmuntend. Helaas beschikt ons museum al over dit soort fossielen. Bruf, ik heb jou een miljoenen fossielen gegeven. En jij beweert dat je ze letterlijk allemaal al hebt? Are you kidding me? Wow. Bladders. Wat? Nou, ik moet ook wel zeggen, ons museum ligt ook wel tot de brim gevuld met mooie botjes hoor. Maar kijk nou hoeveel er waren. En hij had er nog geen één. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Nou, dan gaan we die lekker bij Timmy en Tommy verkopen, want... might as well. En ik ga even heel gauw die boom nog planten. Dat moet ik ook nog doen, joh. Oh, zoveel te doen, joh. Zoveel te doen. Je bent gewoon even één week niet online en gelijk... hele wereld aan je voeten aan taken die je nog moet uitvoeren. Hé, hey, onkruid. Give me that. Oké, boom. Jij mag hier. Dat is niet waar ik die boom wilde planten. Absoluut niet waar ik die boom wilde planten. And there we go. Daar moet jij. Hoppakee. Jij mag dicht. Goed. Ik moet dan wel al die planten gaan weghalen. Want dat heeft blijkbaar 10.000 geld opgesnoept. En dat wil ik niet eigenlijk dat het nog een keer gaat gebeuren. Maar dat doe ik wel een andere keer. Daar heb ik nou geen zin in. Onkruid. Ja. We gaan eventjes dat verkopen. Geld pinnen. Je weet zelf. Er is zoveel onkruid op mijn eiland. God damn. Oké, laten we even snel zo'n speelgoed worstelaartje doen. Dan is die collectie ook weer compleet. Heel goed. En natuurlijk eventjes een miljoen pinnen. Klingelautomaat. Gimme it. Give me all the money. Give me all the money. I want the miljoenen. Zoveel geld. Gelukkig hebben we 21 miljoen nog op de rekening. En hoeven we eigenlijk geen zorgen te maken om dit soort gekkigheid. Ik wilde gewoon heel graag die kroon hebben. En als Elvis op ons eiland komt wonen... en hij gaat daar wonen voor een village die ik niet heel erg vind om te laten vertrekken... kunnen wij hem de kroon geven. Ik vind dat wel een leuk plan. Dit is ons meeste plan. Geef Elvis de kroon, dames en heren. Oké, Abel en Sable. Ik hoop dat jullie kassa ready is... voor de koop van deze kroon. Deze kost 1 miljoen klingels. Wil je hem kopen? Ja, Jiro, neem al mijn zakken geld. Oh mijn god, daar ging het. Het is ook zo makkelijk om zo'n uitgave te doen. Ik denk dat als jij in Nederland 1 miljoen uitgeeft aan een modeartikel... dat ze toch wel eventjes naar je gaan kijken van... huh? En dat je hele bankoverschriften moet doen... en dan word je gebeld door de bank van... are you sure? En dan moet je allemaal dingen ondertekenen... en hier is ze van... oh ja, thanks. Bedankt voor de klingels. Waar laat je het? Waar laat jij het, Sable? Are you kidding me? Oh mijn god, heb ik hier niet wat voor gekregen? Gewoon puur voor het feit dat ik zoveel shit heb uitgegeven. Behalve dan deze. Oh ja, gat in de hand. Ik wou net zeggen. Verkwistende beroemdheid. Oké, als we nog 3 miljoen uit weten te geven aan onzin, dan hebben we er nog eentje bij. Maar ja, dat was wel wat waard.
Hé, hey, kan ik die even dragen, die kroon? Ik hou hem eventjes warm vooral, voor het, totdat... ja, yeah, there we go. Ik hou hem even warm totdat Elvis op mijn eiland zit. Bedankt en tot ziens. Ja, joe. Ongelooflijk. We hebben 1 miljoen uitgegeven aan een freaking kroon. Wauw. Goed. Nou, nu we de kroon op ons hoofd hebben, laten we eventjes met Elvis gaan babbelen dan. Die zit nu boven in het eiland. Lekker te chillen in zijn tentje. Elvis, how you doing? Lekker aan het kamperen, mijn jonk. Zijn koffertje staat alweer klaar. En het potje met water staat alweer op het vuur. Het is de derde keer dat hij hier nu is, dus waarschijnlijk moet ik weer wat voor hem maken. Maar hij heeft altijd een blikje Fanta in zijn handen. Wat een gozer. Hallo, ik kwam zo snel als ik kom. Bedankt voor de uitnodiging om hier te komen kamperen. Weet je waar ik blij mee zou zijn? Een vogelverschrikker die hier op dit eiland gemaakt is. Laat ik dat even doen. Kun jij het soms doen hetzelfde? Dat begint een fantastische dag te worden, jochie. Maar ik denk wel dat je het doe-het-zelf-plan nodig hebt voor een vogelverschrikker. Dat heb ik voor je, dus maak maar goed gebruik van Aloha. Ik ga wel zo snel mogelijk die catchphrase van hem veranderen. Want Aloha is een beetje... Ik snap niet helemaal waarom het Aloha is. Ik vertrek morgen, dus ik hoop dat je het vandaag nog gaat doen. Aloha, nou, laten we eventjes die vogelverschrikker voor hem met elkaar flansen. En dan jumpen we even hier overheen. Hupsakee. En dan hebben wij niet aan deze kant van het strand. We hebben hem rechts. Goed zo, Joost. Heel goed dat je nog weet hoe je stranden werken. Goddammit, je hebt ze zelf ingericht aan zijn hoofd. Oké, waar is dat ding? Hier rechts. Hoppakee. Laten we eventjes een mooie vogelverschrikker voor hem maken. Het is niet heel moeilijk. Niet een moeilijke craft. Ik bedoel, de andere crafts die hij heel graag wilde hebben was... Oh mijn god, we hebben niet genoeg. Op naar huis! Oké, met deze heerlijke Jensen en de muziek op de achtergrond... craften wij eventjes een mooie vogelschrikker voor die jongen. Gaan we. Hij heeft ook leren handschoenen. Ik weet niet hoe je leer kan maken van gras en takken. Maar laten we niet al te veel in de details ingaan... hoe crafting recipes werken in Animal Crossing... want dan zitten we hier nog de hele dag. In de tent en ik geef een vogelverschrikker aan Elvis, de Fanta drinkende koningleeuw. Waarom kijk je zo? Is het doe-het-zelf project voor mij af? Aloha! Tadaa! Here you go. Nu heb ik nog een aandenken aan mijn tijd hier. Dit eiland is vol bovenste beste lui. Aloha. Maar ik wil je ook iets geven. Zeg toch geen nee tegen een postbodepet? Pieter Post. Pieter Post met de... Dankzij al je harde werk ben ik erg op dit eiland gesteld geraakt. Als het zo is om je ergens te vestigen, dan is het geen slecht idee. Nou, zullen we dat eventjes regelen dan? Als je wilt, kan ik best met een boel lui kamperen. Maar er een sociaal gebeuren van mij, mijn best. Maar ik kampeer liever in mijn uppie. In mijn eigen gezelschap is al gezellig genoeg. Aloha, bwa, bwa, bwa. Op Joesland gemaakte spullen zijn kwaliteitsproducten door die echte vaklui zijn gemaakt. Als ik hier wat langer zou blijven, zou ik vast op zo'n vakman kunnen worden. Nou, blijf hem proberen het. Meen je dat, jochie? Ik bedoel, misschien heb je een punt. Oké, akkoord. Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik ben thuis. Nou moet ik alleen nog even van alles regelen met de servicebalie. What's gonna happen? What's gonna happen? Het zit zo, jochie. Ik heb de lui van de servicebalie gevraagd hoe het zit met verhuizen naar het eiland. En het zit er niet in. Er zijn geen plekjes voor een nieuwe stekkies. Nou, ik ben te oud om op het strand te slapen, hoor. Die tijd heb ik gehad. Sorry, jochie. Maar als er iemand is die wil verhuizen, is er nog hoop. Heb jij iets gehoord, Aloha? Ja, dat heb ik. Oké. Hij zei, geef me een naam en dan ga ik er meteen heen. Alleen, ik kan geen naam geven. Toen ik eerder bij de service balie was, klonk het alsof er misschien wel iemand wilde verhuizen. Oh, we kunnen wel kiezen. Ja, sorry, Croak. You're getting the hell out of here. Croak, hè? Goed om te weten. Aloha. Oh, oké. Whatever. Bedankt. Ik ga maar eens een praatje maken. Geen zorgen. Het wordt een aardig praatje. Aloha. Oh, daar gaat hij weer. Wat zijn we aan het doen, joh? Mensenhangel. Yippie. Mijn gesprek met Croak ging geweldig. Operatie Verkassen kan beginnen. Blijkbaar was Croak al van plan om binnenkort af te reizen. Dus dat komt goed uit. Oei, ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik word Elvis genoemd. Jij bent toch Joost? Ik zie je later nog wel. Aloha. We did it. Ondanks dat ik eigenlijk wilde dat Elvis op de plek zou komen van die mooie zwarte kangaroo die we al hebben weggejaagd, is het ons toch nog gelukt om Elvis hier te krijgen en dan wel voor Croak. Ik gaf jullie natuurlijk in die aflevering de keuze tussen Croak en die zwarte kangaroo waar ik de naam alweer van ben vergeten. Maar nu zijn ze allebei weg en hebben we Croak en hebben we Elvis en een nieuwe villager die we waarschijnlijk morgen gaan zien. Een kampvuur hoort bij kamperen. Je kunt er allerlei lekkere dingen boven roosteren. Dat hoort er ook bij. Aloha. En we hebben Elvis. Nou, als Elvis dan eenmaal op ons eiland woont, op de plek van Croak zijn huis, geven wij hem de kroon. Want beloofd is beloofd. We kunnen wel eventjes kijken naar de plek waar Elvis dan gaat wonen. Maar ja, shit man, dan moeten we morgen afscheid gaan nemen van Mr. Croak. Oké, wie kwam daar ook weer hier te wonen? Ik ben even de naam vergeten.
van onze nieuwe vriend Punchy. Dat is ook zo. Is dit dan het huis van Croak of niet? Ja, nee, dat is Caroline. En hier woont Mo. Oh ja, dit was het huis van Croak. Croak woonde in dit zwarte huis. Huis van Croak. Oké, okay, we gaan eventjes met Croak praten. Ik weet niet of hij wat te vertellen heeft, maar het enige wat hij te vertellen heeft is dat hij weggaat van Jonesland. F. Maar ja, hij was ook het laatste erbij. Oh mijn god, hij heeft nu al alles ingepakt. What the heck? Croak! Ik heb nog maar net de keuze gemaakt en je gaat er nu al vandoor. Wauw, oké. Zeg Joost, ik overval je misschien mee, maar ik ga morgen verhuizen. Ik had je het al eerder willen zeggen, maar dat kwam er niet van. En nou ben ik al druk aan het inpakken. Dus dan nemen we maar afscheid. Het was me wat, jochie. Eén advies nog, drink genoeg water en hou je rug recht. Wahaha, wauw. Croak was wel een oude nor, zeg maar. Hij was een beetje wat ouder. De wijsheiden op het eiland, zeg maar, die zorgden ervoor dat de jonge jochies zoals ik niet ontspoorden. Maar toch gaat hij er weer vandoor. Hij gaat in de stad wonen bij zijn familie. Ik bedoel, op zo'n leeftijd wil je wel graag in de buurt van familie wonen. Hij houdt er wel een beetje somber bij. Of komt dat omdat hij net veeg is? I don't know. We gaan nog één keer met hem praten. Ik moet echt even rustig nadenken over waar ik naartoe ga. Hij weet het niet eens. Dat is sad. Als hij hem nog eens tegenkomt, vergeet me dan niet de gedachten zeggen, wil je? Nou ja, Jochie, ik zie je als ik je zie. Waa! Ik vind het toch wel een beetje emotioneel. Het mooie is dus, stel een van jullie of iemand die je kent krijgt Croak op zijn eiland en ik praat dan met Croak, dan zegt hij ook echt van, hey Joost, hoe is het met je? Weet je nog wat je met dit en dit gaf? Ze onthouden alles en dat is super episch. Dus daarom is het altijd wel leuk om, als je dan een villetje kwijtraakt, om hem uiteindelijk naar een ander eiland te sturen. Maar dat gaat met Croak niet gebeuren. Ik ga me wel redden op mijn nieuwe eiland, zolang ik maar overal voor opensta. Je kent me natuurlijk alleen als iemand die overal voor dicht staat. Ik wou net zeggen, dat klinkt niet helemaal als een echte Croak-opmerking. Maar goed, hey, chapeau Croak. Het was leuk om je gekend te hebben. Maar je moet plek maken voor Elvis. Elvis de Leeuw. En die gaat morgen op dit mooie plekje wonen. Dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering van Animal Crossing. Dat was misschien een beetje een chaotische aflevering, omdat we niet echt meer een doel hebben nu. Maar we hebben morgen weer een nieuwe aflevering, want we verwelkomen dan Elvis. En natuurlijk Poachy, onze nieuwe 2 villagers op het eiland. En dan gaan we die kroon aan hem geven. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!